Dag mensen van Meekomen, vandaag gaan we weer verder. Dus. Wat gaan we doen? Ik heb niks te doen. Misschien binnen? Dan gaan we even poelen ofzo. Iedereen zou wel even werken, joh. Dus ja, we snappen het. Het is duidelijk. Volgens mij is hier niks te doen. Ik vind het wel een mooie zonnebril. Dat hoort geen zonnebril te zijn. Maar oké, ziet er goed uit. Zo sexy foto's in de achtergrond. Jezus. Leuk die lichtjes ook. En ik kat. Mooi krokodil. Nou, hier niks te zien. Come again. Tot later. Ik heb jullie beloofd dat we een hele aflevering alleen maar goudkoorts gingen doen. Dat is misschien een goeie, hè? Dat gaan we doen. Dus. Nou, als we geen missies hebben, dan zit er niks anders op. En waar is het meeste goudkorts te verdienen? Ja, maar op één plek, hè. It's down. Hier. Nee. Oh, waar zit het? Hier is het meeste goud. Dacht ik. Hier is het meeste goud. Ik wil echt naar een schotel. Lijkt mijn lijpe locatie. Ga ik de goede kant op? Dat is de vraag. We komen er toch wel. Anders gaan we even nog lek stunten. Wat moeten we doen? Kom. Mooie muziek. Ik heb bijna van de huilen. Oh shit, we moeten daarin. Nee. En dank zo. En weer terug omhoog. Top maar. En ja, top. Oké, fiets klaarzetten. Nou jongens, dit gaat een lange aflevering worden. Want we hebben... Hoeveel muntjes? 11. Dus ik maak wel een timelapse van ofzo, of iets creatiefs. Ik gebruik het niet. Easy money. En weer verder. Nou weet je wat, ik maak er wel een montage van. Dat is beter, dat vinden jullie toch wel leuk. All I need in my life is you. Shit.
Nou, dat was de laatste. Dus easy 2K erbij. Nou, nu gaan we de missie doen. Nou, we gaan even de timertje laten aflopen. Nou, ik hoop dat ze niet gaan golven. Dat zou echt vreselijk zijn. Shortcut. Want weet je, hij gaat echt iets zeggen van... Kom, we gaan de tweede helft doen van het slaggolf. Zin in een partijtje golf? Ben je klaar voor precieze golf op 2-9? Ah, god, ik probeer het gewoon. Ik hoop dat dit echt de laatste keer is. Wat ik ook gok. Dit keer echt voor het eggie. Dit keer voor het eggie. Ja? Voor het eggie. En we acen het. We acen het. Precies zo. En op zijn allerhardst. Man, wat is dit? Wat? Hij zit erin en dan gaat hij er weer uit. Onmogelijk. Ja, kom erin. Als flats. Oh, yeah! You were born to go. Bam. Dicht ver. Ja, perfect door de looping. Bijna perfect. Ah, hij is aan de andere kant. Oh, netjes die looping. Heel netjes. En in het water. Easy. Kom. You got a lot of golfers. Kijk, deze heb ik, echt waar. Eigenlijk een domme keuze wat ik nou net deed. Ja, precies, nu staat het niet terug. Dit wordt hem wel. Komt er in één keer in. Ja? Hoe zo. Het spel klopt niet. Ik heb liever een Madagascar game. Ik kan beter golven. Alright! Bam. Easy. Waarom is perfect slaan hier? Is dan slecht slaan ergens anders of zo? Ik maak er maar even sneller van. Ah, nou, redelijk. Ah, ja. Ja. Oh, kom op, er in één keer in. Kom op. Nee, dat op de rand. Oh, yeah! Wat? Nee!
ik heb een betere slag verdienen. Kijk, moet zien. Bam, over het hele speelveld. Oh. Oké, gaan we het zo doen. Zo over het hele speelveld. En weer terug. Ja, heel netjes op het punt hier. Oké, dit keer is... Dit is hem. Ik haat dit veld. Nee, ik ga nog falen ook hier zo meteen. Nee, 6 slagen. 6 keer de kans. En 1 keertje nodig. Woe! Bam. 1 stuk overgeslagen. Dat is zo'n mooi begin. Perspectief in dit spel is moeilijk. Maar... Fuck! Echt net. Echt zonde. Want er in 1 keer in. Heel netjes. Ik vind het wel echt kut layout. Mijn precisie. Perfect gewoon. Hij staat het in de lucht, hè? Dat moet je even begrijpen. Niet terug. Ja! Netjes! 11 schoten om hem hierin te krijgen, nou. Hoeveel gaat het... Oh, weer 1. Komt ie? Bam. Ik ben gewoon een pro geworden. Oké, via de rechter zijkant, hè? Kut. Nee, niet terug. De. Gewoon hard schieten. En dat werkt wel vloeiend. En niet... Ja. Dit keer heb ik hem. Ik schiet hem gewoon er zo schuin in. Oké, dan niet. Ja, dan ook niet. Dit is hem. Dan niet. Ja, die komt erin. Die komt erdoor. Nee. Dat meen je niet. Oké, die was wel een beetje netjes. Een beetje dan, hè. Was dit nou de laatste hol? Ik hoop het maar. Oké, dat kan ook dus niet. Gooi hem niet weg! Nou, lekker door de buis heen. Hup, ook direct even door de looping. Moet ik het doen?
Ik heb zo weinig schoten nu. Ah. Man, die was gewoon goed. Had ik niks aan moeten doen. Kijk, ze... Oh ja, met 2 over. Easy. Hoe 18. Dit was hem. De laatste hole. Hey, daar staat het Barnyard logo nog, wat ik niet snap. Oh nee, ik faalde. Maar dat is wel een mooi schot. Shit, nu staat hier een schuif voor. Dat heb ik wel balen. Dat is maar één slag extra. Waarom schiet ik hard? Ah, netjes, heel netjes. Oké, moest ik hier rechts langs, want ik kan niet onder deze cel op het balen. En zorgen, we hebben geen last van tijd. Kom op daar. Nee! Wat gaat er in? Nu geef ik het op. Hoek van inval is hoek van uitval. Ik weet wel. Nee, schat, ik hoef nog niet te tanken. Een kutslag was dat. Echt een waste. Ook een waste. Nog een waste. Nee, 4 slagen tot het eindrol. Ja, ik heb er ook maar 3 nodig nu, van de 4. Maar deze gaat er in 1 keer in. Nee! Die was erop! Oh, dat is een flat. Alright, yes. Woe! Nee, er gaat toch nog een missie komen dat ik alles achter elkaar moet doen. Oh, motor is nog steeds ingehaald. Knipoog. Voor. Je hebt gewonnen met alle soorten golven die er zijn. Je bent een golfbeest van superlasten. Toch kun je altijd nog werken aan de hoogste scores. Kom gerust terug als je nog eens precies een golf wilt spelen op de 92. Kennis. Tot later, maatje. Nog een goudkoortsmeentje. Yay. Nou, we gaan niet meer naar de goudskoort toe. Nou, mobieltje, vertel eens. Ik wil vanavond spreken op het erf. Oké. Komt voor de bakker. Eerst. Gaan we slapen, ja. En ik ga even opslaan voor de zekerheid. Dan daarna gaan we even denken. We slapen dus, we gaan slapen. Tot het nacht is. Ja. Dan gaan we shoppen hier zo bovenop deze heuvel, hier waar ik nu naartoe rijd. Zo, Hansflats. En nog een keertje, Hansflats in 1 keer. We gingen slapen. Was bijna vergeten. En op slaap. Ik heb muziekje. Opstaan gelukt. Timelapse. Oeh, alles even snel. De kip in de achtergrond. Hap. Oh, dat moet ik ook voor mijn vader, hè? Ja, dat moet ik ook voor grapen. Nou, hey, ja, dit komt later. We gaan in shoppen. Shoppen. Going on a shopping street. Oeps. World of Tanks wilt updaten. Ik speel bijna nooit meer World of Tanks. Sinds we het café hebben verneukt. Kom op, met de fiets erop. Oei, lijkt bijna alsof ik stuk zat. Oké, dan niet!
Even nog wat cash fixen. Bam. Top, hè. Wat zijn we doen? We hebben al fietsen, dus. Ja, we hebben dat niet nodig. Oh. Spatie is terug, echt. Drankjes. De bel. Ah, oké, dit doen we wel als allerlaatste. Zo'n likmachine is wel cool. Meubel, dat is het duurste. We gaan alles van dit nemen. En iedereen even zitten. Zo, dat is weer wat. Feestpullen. Even de dansvloer. Waar is de dansvloer? Niet beschikbaar. Oké, we hebben... Oké, eerst piano dus. Oké, dan deze. En dan deze. Nice. Jammer, no money meer. Komen we toch nog tekort. Er nog spelletjes, oh ja, al spelletjes zijn duur. Nee, doe dan toch maar wel van die decoratie. Vind ik altijd wel leuk. We hebben mooie plaatjes nog. Ah, de rest hadden we al. Dat is een lelijk pan, what the fuck. Een vaas, een lamp. Plafondventilator, dat is wel luxe, dat is wel luxe. We nemen dat. Bam, oh, oh. Hey, misschien hebben we wel luxe dingen om te verkopen. Nou, oh, laat maar, ik doe het eens plaatsen. Hey, is ook goed. Gaan even kijken hoe we gaan feesten. Bam. Op fietsje pakken. Bam, perfect, fiets gepakt. En weer verder. Ik hoor feest in de achtergrond. Ja, gatsvlats. Bill, fix me shit. Welkom in het nachthok. Nou, dat is een nieuwe... Dat is een nieuwe dialoog. Maar ik zie mensen aan feest daar en ik zie ventilatoren. Ja, het is een nieuwe spullen binnen. Kom kijken, het is nu 46% compleet. Dus de schapen vinden het balkon schitterend. Ze zitten de hele nacht in te babbelen. Hier heb je melkkruid. Melkkruid. Nog meer praten. Het nieuwe spul is binnen. Kom kijken. De stal is nu 46% compleet. Varkens zijn dol op al die kadavertjes van je. Ze zitten de hele nacht aan het eten. Hier heb je melkkruid. Melkkruid. Nog een keer. De tent gaat weer echt uit zijn dak. De stal is nu 46% compleet. De paarden zijn dol op de Nederlandse dansvloer. Ze gaan ervan swingen. Hier heb je melkkruid. Nog één keertje? Nee, helaas. Helaas. Nou, ook even dansen hoor. Ja, ik ga ook even dansen, ja. Me in the middle. Go. Do your moves. Kom op, ga even dansen. Dit was een optie. Ik kon dansen normaal. Verdomme. Ik kan piano spelen dan, op het podium. Kan ik überhaupt op het podium nu nog? Ik ga niet meenemen dat dit hele stuk nu... Klootzooi. Hey, Ober! Ober! Look it in! Kijk, we gaan ook even boven kijken. Kijk man, alle schapen genieten. Dat gaat ons veel geld opleveren. Naar beneden springen, haalt ze dat.
Beneden is het nog wel iets minder, maar dat maakt het niet uit. Mooi. En nu met auto's praten. Prettige avond. Jij ook. Heel. Ja, oké, wat heb jij voor mij? Dit is helemaal niet goed. Dit is helemaal erg. Heel erg. Heel erg. Was heel erg. Is er vast niet dood? Wat is er? Volgens mij komen coyotes vannacht nog terug. Ze zijn dol op kippen. Ik houd ze te wachten, de mensen zijn vol, maar. Ik zal je eens wat laten zien. Ja, Mooi, even al meer kanker. Ja. Ik ga ze stalken hoor. Hij staat stil. Ik eet toch! Oh, je krijgt hier dan ook nog punten voor. Je wilt juist dat er shit gestolen wordt. Die animatie is vloeiend. Oh, kuikertje pakken, kuikertje. Oké, en dan moeten we zo'n roze cirkel. Zo'n onzinspel. Je moet eerst zorgen dat ze worden gepakt en dan pas kun je ze gooien. Lol, allemaal op één. Lekker dit. Net als Storvalt, jongens. Oh, we kunnen rollen! Oh shit! Fucking ninja's zijn wij. Wat? Nee, ik ga het leven spijt. Heb het ook in. Kankerpig. We hebben echt gewoon kuiks verloren. Dat vind ik nou zonde. Ik heb er geen zin in. Kill those ringo's. Waar is hij? Ja. Jongen, kom naar buiten. Waar is het kuiken natuurlijk? Easy. Koud erop. Nou, ster. Woehoe. Ja, weer een score. Ik heb meer een hoger score als ik gewoon nog blijf de wacht houden. Het is onmogelijk wat Benny heeft gedaan. Knipoog. Joehoe, super cool.
Die coyotes komen niet meer met jou in de buurt. Later. Yes, geld, daar ga ik vooruit. Een nieuw hoofdstuk. One day Otis left all of a sudden, said he didn't want others to do what he said anymore. That left the newcomer in charge of a difficult situation. Prachtig hoe die besnuit teksten zo ingezoomd zijn en zo lage kwaliteit. Oh, prachtig. Ja, opslaan en slappen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering.